Maar snap je wat ik probeer te zeggen? Snap je dat ik het heb over onze ouders en over hun patronen en hoe we daardoor helemaal een soort van beïnvloed worden? Ja, je kent de verhalen vertellen, maar je snapt er geen reet van, want zoals ik de mens, joh. Als je krijgt niks meer mee. Vanochtend wist je niet eens wie ze was. Was zij gescheid aan het eten. Snap je, ik had het over eigenlijk hoe we als het ware gewired zijn. Rond je 30ste kom je... Hoe oud ben jij nu? 30. Ja, rond je 30ste kom je erachter. Dan kom je in een crisis terecht. Weet je wel, je denkt wie ben ik eigenlijk geworden en waarom? Zonder dat je het wil ben je een soort kopie van je moeder geworden. Je trouwt met een soort kopie van je vader. Ga maar na. Lekker op je moeder? Wat? Dat is namelijk wat er gebeurt. Je wordt meestal verliefd op iemand die op je moeder lijkt. Ja, ik ben niet verliefd. Je lijkt heel erg op mijn vader. Oké. Okay. Ja. Je ogen. Maar vooral je mond. Oh. Ja.